En ik weet dat jullie mij gaan raiden. Gaan niet zeggen, nee, dat doen we niet. Ja, dat doen jullie wel. Yo, dan kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe video. Mijn naam is Dylan. Keertje andersom als normaal. En ik ben vandaag niet alleen in Minecraft Factions. Ik ben hier samen met Ultra Hardcore, oftewel Guillermo. Hallo, Gilly. Hallo. Hallo. Hoor je me wel op tijd? Je hebt een beetje lag, hè? Ja, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed, om de schaal gaan over op Skype, hoor. Dat is geen probleem. Nou, in ieder geval, ik ben hier vandaag met Gilly. Gilly is Guillermo. Ik ken hem al een hele lange tijd. Dat is namelijk het broertje van een vriend van mij. En ik ken Guillermo nog van de tijd dat ik zeg maar 100 abonnees had. En Gilly was niet te kijken, maar Gilly was gewoon, het is gewoon een broertje van een vriend van mij. Dus ik ken Gilly nu ook al ongeveer 5 jaar, denk ik. Mm-hmm. Zoiets. Ja, volgens mij hoor je hem echt vet laat, of niet? Ja. Nee, is helemaal goed. Oké, is helemaal goed, weet je zeker? Ja, maar ik hoor je helemaal goed. Oké, in ieder geval de server waar we spelen nogmaals is, dat is ook uitgekozen door Guillermo. Hij zei van, het heel veel op deze spelen, want hij weet er heel veel vanaf. En dat is dus, wat is het, Gilly? Dat is de Archon. Het is gemaakt door misschien ken je ze wel, bekende YouTubers. En het is een best wel goede faction server, in mijn mening. Ja, ik vind het op zich ook natuurlijk ook wel goed. Vorige episode gaan we met Jardy gedaan. Toen waren we heel ver gaan rennen. En uiteindelijk heb ik vandaag samen met met Guillermo dus deze mine. Ja, Guillermo heeft deze mine gevonden. Dus we gaan hier gewoon even minen. Dan ga ik naar mijn home. En dan gaan we daar even kijken of we daar ook nog kunnen minen. En kijken of we daar een mooie spot hebben. Dus voor nu is het eigenlijk wel minen geblazen. En Gilly... Woe! Doe! Fuck, bijna was ik in de lava gepleurd. Ik was bijna in de lava gepleurd. Zie je? Zeg, pas op! What the hell, man. Hey. Ik leer me vooral wat vragen stellen. Nou goed, ik heb voordat de episode begon, was ik herkend dus door, ik heb net gereageerd op die gast op Glow Battler. Dus Glow Battler, als je mijn video kijkt, thanks voor de spullen. Ik heb van hem full diamond kit gekregen, maar die heb ik in mijn ender chest gestopt. Dus dat is wat chill. In ieder geval, Gilly gaat me een beetje uit. Als ik een vraag heb, kan ik hem aan Gilly vragen en hij zal het antwoorden. Dus Guillermo heeft ook een eigen YouTube kanaal, ja. Staat beneden in de beschrijving, dat vind ik wel zo aardig, want hij wil me vandaag helpen. Alleen heb ik jullie vandaag een beetje lag, dus dat is een beetje fucked up. Maar ik wilde hem graag erbij hebben, want ik snap nog steeds helemaal niks van, hier snap ik gewoon helemaal niks van Factions. Goed, Gil, wat is eigenlijk de bedoeling van Factions? Kun je het een beetje uitleggen? Het is een iets, ik vind het een iets meer hardcore versie van Minecraft. Alles is zo'n beetje toegestaan, raid is toegestaan, FPS toegestaan, natuurlijk wat niet is, hacken en zo, Wat is raiden? Wat is de bedoeling? De bedoeling is om je eigen base te maken. Dus sommigen doen het met kobbel, wat niet zo slim is. En sommigen doen het met obsidian en zo. En raid is dus eigenlijk gewoon iemand anders een base overnemen en met al hun spullen stelen. Dus de bedoeling is eigenlijk om de sterkste faction te worden van de server? Ja. Ja, dat is het toch? En dat wordt nogal lastig met 370.000 spelers op deze server. Yo. Allemaal gespeeld. Nu niet. Oké, in ieder geval dus, de bedoeling is het sterkste te worden. Dat is een beetje de bedoeling, en je moet door raiden. En ik weet bijvoorbeeld, ik heb een beetje gekeken, raiden is elkaars baas proberen over te nemen. Dat zei ik in episode 1 al. En te stelen bij elkaar, en zo sterk te worden. En ik vroeg me af Cosmo vroeg zich ook af, hoe de fuck kan je bij iemand inbreken? Gil weet hoe dat moet. Gil? Ja, dat doen vaak mensen door. Vaak hebben mensen obsidian bases. Sommigen hebben met water. En daarvoor heb je een TNT cannon nodig. Dat maak je door een platformpje vaak het dichtstbij dat je kan een base te maken. Daarop met redstone en zo een TNT cannon te maken. En die schiet dan een TNT op een base. En na 4 shots is een obsidian blok verwijderd en dan kan je vaak al binnendringen. Oké, dus heel simpel eigenlijk uiteindelijk. Als ik wil raiden, moet ik... Je kan altijd iemand raiden, toch eigenlijk? Het kan altijd. Yep. Oké. Je kan iemand raiden dus inderdaad door dus een TNT cannon. Dus eigenlijk is het gewoon een kanon maken wat de TNT afschiet, is het? Yep, het is puur een kanon. Het is puur een kanon dat TNT afschiet. Oké, dat is dan duidelijk. Ja. Ja, zodra die episode er is, dan vraag ik wel of Gilly wil helpen, want wij weten natuurlijk op godsnaam niet hoe die kanon moet. Dus dat is wat Gilly moet doen. Het is ook zo dat er heel veel verschillende kanonnen zijn. Heel verschillende kanonnen, oh god. Ik kom daar wel achter, maar zo ver zijn we niet. Tot nu toe zijn we echt bezig met puur nieuws resource verzamelen, een beetje klaarmaken voor wat we moeten doen.
En dan kunnen we uiteindelijk die bases gaan, gaan overvallen ooit op een dag. Nou, als eerste zou ik eigenlijk beginnen met een faction creator. Mm-hmm. Even kijken hoor, Giel. Hoe doe je dat? F-create, geloof ik? Ja, slash F-create aan de naam. Slash F-create. Ja, zal ik weer Dutch Lions doen? Zou ik doen, man. Dutch Lions. You create a new faction. Oké, ik heb je. Ik heb het gedaan. Nu F, add ofzo, en dan kan ik jou erin doen? F-invite. Slash F-invite. Invite, ultra hardcore. Ik heb je geïnvite. Oh, yeah! Come on. Join in die handel. Gili. Gili. Yeah. Yeah. Mooi. We zijn nu met z'n tweeën in de faction. En dat betekent dat je faction nu 10 punten hebt. Want elke speler in je faction heeft punten. Per speler maximaal 10 punten hebben. Dus 20 is nu de max. Alleen door... Door wat? Kill! Door kills. Ik vergat de kaart te drukken. Door kills en door... door kills en die dood te gaan krijg je punten bij. En door dood te gaan krijg je juist punten eraf. Max is 20 punten en punten staan voor hoeveel chunks je kan claimen. Oké. Dus ja. Chunks als in blokjes of hele grote gebieden chunks? 16 bloks bij 16 bloks. Ja, okay. 16 bloks bij 16 blokjes. Oké, dat is en soms is het ook kleiner. Oké, maar het is tactisch om niet meteen een base te bouwen, want als je geen base hebt, dan kun je ze ook niet vinden. Right? Ja. Ik zal ze eens gewoon je spullen in een ender chest stoppen ofzo. Ja, dus het gaat nog even duren voor mijn baas gebouwen. En ik moet heel erg oppassen dat ik niet in mijn video's per ongeluk op F3 druk. Want dan kan iedereen zien waar ik woon. En ik weet dat jullie mij gaan raiden. Gaan niet zeggen, nee dat doen we niet. Ja, dat doen jullie wel. In ieder geval, als jij dus een faction hebt nu. Je weet, mijn faction is dus Dutch Lions. Laat het even weten nu beneden in de reacties hieronder. En dan kan ik ze lezen voor de volgende episode. Kan ik kijken of jullie kunnen adden bij allies. En dan kunnen we vriendjes worden. Op de server. Want ik ga je niet in mijn faction kunnen stoppen. Want als jij in mijn faction zit, moet ik je 100% kunnen vertrouwen. En als ik zeg maar 300 mensen erin heb zitten, kan ik niet alle 300 jullie vertrouwen. Snap je? Dus dat is het probleem. We kunnen dus wel allies worden. En misschien ooit kan je in mijn faction komen als ik je leer kennen en goed ken. En dat het gewoon allemaal goed... Hey, ik zie diamonds volgens mij. Of denk ik nog gek? Oh, is water. Fact attack. Ik zag hier, though. Wat leek dit op diamonds? Oké. Helaas. Ik heb nog geen diamonds gevonden. We zitten nu zo'n abandoned mineshaft, maar ik vind niet echt veel soeps of zo. Maar dus inderdaad zou kunnen. Ik heb wel twee veins gevonden. Dus. Ja, en als je dus allies bent, kun je wel bij elkaar in de basis komen, toch? Ik bedoel, het is zeg maar niet zo van dat er een warp is of zo, maar het helpt wel gewoon. En er is een ally chat, dus bijvoorbeeld als je overvallen wordt of je wilt iemand gaan raiden, kan je gewoon heel makkelijk zeggen van, yo, wil je helpen? Ah, dat is wel nice. Dus er komt ook een ally chat, kun je met chatten dus. Ik ga jullie wel vragen ook, stel je voor je komt in deze server. We zitten trouwens op de server groen. Dat is ook heel belangrijk, de server groen. Yep. Stel je voor je komt ooit in de server en je wilt me gewoon iets sturen. Probeer me niet te spammen. Als ik niet reageer, stel je wel je stuurtje naar me toe van, hey Deal, hoe is het? En ik reageer niet. Ga er niet 20 keer sturen. Hey Deal, hoe is het? Hoe is het? Hoe is het? Hoe is het? Weet je, dan dat is gewoon niet chill. Dat is gewoon niet te doen. Ik hoor een zombie. Yo. Ik hoor hem ook. Dat is wel spannend zijn. Oh ja, dat is een gekke shizzle. Ja, ik vind dat dus. Ik zie ook dat we 6 punten krijgen. Wat haalt dat in? Ik zie dat mijn mining is omhoog gegaan. Het is een deel van MCMO's of plugin die vaak bij factions wordt gebruikt. En bij mining bijvoorbeeld dan kan je een ability krijgen, die speed break, superbreaker. Als je op rechte muisknop drukt en je breekt een blok, dan kan je het gebruiken. En die kan voor een bepaalde tijd, die tijd wordt groter met de levels omhoog. En je kan fortune gewoon op je pickaxe krijgen zonder fortune te enchant hebben. En die levels zijn dus gewoon, door meer te minen kan je levels omhoog krijgen. En kan je dus eigenlijk beter worden in de skill minen. In de skill minen, ook bijvoorbeeld met zwaard vechten was het ook, hè? Ja, zwaard. Bijvoorbeeld springen, als je bijvoorbeeld heel vaak valt, dan kan je het ook zo zijn dat je uiteindelijk geen fall damage meer neemt. Potions brewen, uiteindelijk haste potions maken en absorption potions. Oké, dat is wel nice. Een stuk of 12. Oké, dat is wel sick. Dan kom ik dan wel vanzelf wel achter. Maar volgens mij hebben we het hier een beetje uitgemind. Het is tijd om naar onze plek te gaan waar ik uiteindelijk mijn baas wil doen. Dus ik ga even TP naar home. Maar oké, dus zo kun je dus inderdaad steeds meer leren van factions. Want ik was maar een beetje aan het aanrommelen. Ik zei nog een paar keer op Skype en op Twitter van jongens, weet je wat van factions? Ja, Gilly wilde ik altijd wel mee uitnodigen, want Gilly had wat moeite met zijn internet. Dus zoals u nu ook merkt. Maar het gaat nu wel beter, dus dat is prima.
Hij moet niet vergeten om op K te drukken. Daarom reageert Gilly zo langzaam. Hij moet elke keer op K drukken, want hij heeft push to talk. Dus dat is top. Yep, yep. Als je hem even TP naar me stuurt, ja, kan ik accepteren. Nee. Ga even wachten. Vind je geen die K te drukken? Misschien wel een beetje irritant, want ik heb een redelijk harde muis. En ik wil niet dat mensen daar nog geen tijd raken. Oh, sorry, ik moet nog even sturen. Ik heb je geaccepteerd, man. Ja, nee, ik heb volgens mij gevallen. Oké, is gewoon lopen. In ieder geval, dus daarom is de vraag van het deal waarom reageert. Is het deal traag van begrip of zo? Nee, dat komt dus daardoor. we zitten hier beneden. Ik wil hier beneden zo te checken. Want hier zit best wel een mooie mine. Ja, ja. Ik weet niet waar je bent, ik kan je niet zien op het moment. Ik ben gevallen. Waar ben je? Ben je beneden? Oh, je bent beneden. Ik ben gevallen. Ah, maakt niet uit, ik wilde sowieso naar beneden, dus kom eraan. Mooi. Goed, we zitten nu beneden. Wow, jij lekt echt af en toe, jongen. Nice. Ja, het is niet anders, maar we gaan gewoon even lekker minen. Gewoon, dit is de eerste episode, dat is de vorige keer in die oude serie op die andere server. Oh, het lekt sowieso een beetje deze server. Zie ik. Ik kan deze niet oppakken. Ja, ik dacht wel. Ben ik het of lekt hij gewoon? Het lekt echt. Ik kan geen spullen oppakken. Ja, lekt. Ja, oh. Het chat. Het lekt. Echt de eerste keer dat ik het ooit heb gezien. Ja, deze server is trouwens best wel goed. Ik had het ook gespeeld toen met Jerdy. Toen zijn we ook al van, ja, het is wel een server, want het lekt eigenlijk totaal niet. Maar misschien is er iets wat er aan de hand is. Oké, het is weer gefixeld. Ik zie het. Jeez, oh mijn god. Ik zag je vallen. Ja, ik heb zojuist 5 hartjes damage genomen. Combo. Oké, done. Oké, ik ga even checken of ik moet even een torch maken. Ik heb geen torches, dus dat ga ik even doen. Hops, oké, 8 torches heb ik. Boom. Redelijk goed nieuws. Deze ravine is dus nog een ravine. Deze ravine die gaat echt naar level 11 of zo. Oh nice, dan gaan we het even doen. Ik ga met je mee. Ga even kijken. Even checken. We trouwens even checken over hoeveel lang in deze episode al zit. Oké, ik ga misschien even... Oh, gezellig. Het is gezellig, Gil. Ik vind het gezellig om een keer met je op te nemen weer. Want voor ik ken dus Gilly dus al vet lang. We speelden ook altijd samen, maar ik noemde wel troepelke Gil. Waar ben je? Ja. In een mine. Ik kan niet naar beneden gaan. Er is diamonds. Maar jij mag van mij. Jij mag ze hakken. Aangezien jij deze ravine hebt. Kom maar aan! Nee hoor, mag jij het maar, vriend? Ik heb geen diamond pickaxe ook. Hey, 2 veins, man. Nee, je mag van mij minen. Je mag mijn diamond pickaxe doen. Nee, doe het maar. Doe het maar. Ik pak het gewoon. Pak het. Welkom in de crew, Gil. Weet je? Gil wil namelijk wat hij gaat doen. Hij gaat namelijk ook factions wilt hij op gaan nemen. En hij is natuurlijk bij mij in de faction, dus als je in de gaten wil houden hoe hij ook mijn... Ik zie dat je die diamonds vindt. Nice. Als je wel in de gaten wil houden wat Gilly doet in de faction, want ja, hij zit in mijn faction. Dan moet je zijn kanaal in de gaten houden, want... Ja, moet je abonneren, moet niet, maar... Dan zou ik bij hem af en toe even kijken, want ja, dat is best wel handig, hè? Als je wil zien... Hey, ik heb een mine, ik heb ook een diamond gevonden. Hij heeft 9... Dat is nice. Moet ik een pickaxe mee maken? Kan je met een stone pickaxe? Kan dat niet, hè, diamonds? Nee. Oké, ik heb het niet gedaan. Moet ik een diamond pickaxe mee maken? Nee, kom maar gewoon. Dan kom maar gewoon hier. Ik heb diamonds voor je gevonden, man. Ja, ik kan me van maken als je komt hier naartoe. Maar laat me even iets veiligs doen, want ik weet hoe het gaat. Vooral jij, want jij lekt op het moment als de malle. Laat me dit even dichtgooien voor je. We gaan het even dichtgooien. Ook met push to talk, net... Net drukte ik een push to talk en toen viel hij naar beneden, maar toen viel ik net in het water. Daarom, ik ga het vervelen fixen. Oké, wow, ik zie jou echt plop. Ik heb hier een crafting table voor je. Ja, jongen. Oh, je hebt er ook één. Nice. Even kijken hoor. We gaan nu de Dutch Lions. Dus inderdaad, nogmaals jongen, gaat even weten. Hoe kan je ook weer zien in de faction rechts of zo, toch? Dat het in rechts in beeld staat, hoe doe je dat? Faction list of zo? Dat zijn alle factions die online zijn. F-list. F-who. F-who? Hoe doe je dat? Bedoel je wie allemaal online zijn? Bedoel je dat? Ja, ik zie het. Members online en shit. Ik zie het. Rotogi, Ultra Hardcore, blablabla. 20 allies. Die pick is 18. Ik zie het. Invitation is required. Oké, nice. Nou, dan houden we het even op die manier. Thanks voor die pickaxe trouwens, Gilles. Dus dan kan ik even... Waarom kan ik die redstone niet minen? Hehe. Want is er ook een shop? Want ik kan toch ook spullen verkopen? No problem. Maar je kan toch ook spullen verkopen, Gil, om geld te krijgen? Ja, dat kan zeker. Daarom, wat vaak mensen doen, als ik hem vergeten te zeggen. Wat zeg maar mensen vaak doen, is obsidian, die ga je natuurlijk niet hakken, want je gaat niet hier zo een uur zitten om obsidian te hakken voor je base. Mensen maken vaak of sugarcane of cactus farms. Waardoor je, want die kan je voor best veel verkopen.
En dan maak je er een mega groot farm van. En die verkoop je in een shop en daarvan koop je een obsidian. Alleen, dat gaat nog steeds best wel moeilijk. Alleen, dat zou ook veel mensen ook maken. Het is gewoon iets dat je gewoon echt binnen 1 minuut, binnen 10 seconden hebt gemaakt. Een AFK machine en dan ben je gewoon AFK bij de cactus en zo en dan groeit het. En dan kan je gewoon obsidian halen voor je base. Maar daarom duurt het misschien nog wel even voordat je een goede base hebt. Oké dan, dus, maar waar is een shop of zo dan? Want ik wil die shop wel even zien nu. Ik ga even /set home hier doen. Hier beneden zitten. Waar is die shop? Ik ga even kijken, ik doe /warp. Oh ja, het /warp shop. Er is geen PvP daar, hè? Nee. Het is gewoon. Oh ja, wat ik ook nog was zeggen, is iemand, ik weet niet, Reine, die dropte me allemaal netherwart en zo. Dus ik kan straks op beginnen met een netherwart farm. Wat heel erg handig is op ons. Ah, ik zie nu die shop. Ik ben nu bij die shop. Dope, ouwe! Oké, je kan dus inderdaad spullen verkopen zoals ik eerst ook deed. En dat is wel dope, dus je kan je zorgen voor doekoes. En met doekoes, wat kan je met geld doen? Dus bijvoorbeeld spawners kopen. Voor XP en voor bijvoorbeeld bones, en die kan je weer doorverkopen. En je kan natuurlijk obsidian kopen, TNT, want TNT die ga je gaat niet zo hoog. TNT krijgen door creeps te killen. Nee, en bepaalde spulletjes die zijn ook alleen maar... bepaalde spulletjes, die kan je vaak ook niet maken. Ik weet niet of het hier is, maar op sommige servers kan je ook geen hopper maken. Die moet je ook kopen. Ja. Dat soort dingen, weet je. Oké, nice. Dan dat weet ik dan ook wel. Dat is... Oké, dope. Ik begin steeds meer te snappen. Dan krijg je... cool. Akatsuki als hier iemand. Sasuke! Het is Itachi. Ja. Itachi hier zo. Oké, ik ga weer naar... Ja, is Itachi. Ik ga weer even naar Snake. Eerst naar Spawn even. Bij de Spawn heb ik die Ender Chest. Ik kan mijn spullen er even indroppen. Die ik erin wil hebben. En dan gaat het op die manier doen. Maar inderdaad, dus ik begin steeds meer te snappen. En daarom vind ik het nu ook steeds leuker worden. En ik wil ook gewoon dat dit best wel een goede serie wordt. Ik heb deze trouwens, dit heb ik gekregen van die gast. Diamond leggings met protection 4. Boots met protection 4. Chestplate protection 4. gekregen van die gast. Dus nogmaals, echt als je kijkt. Battler, hij zit met de hele tijd. Wizard ook, low battler. Dope, echt dope. Oké, chill. Ik heb deze spullen. Ik ga weer terug naar home nu, want dan kan ik mijn home even zien. En ja. Yep. Does this have verkocht een enchant, deze server? Ah. Jij speelt toch altijd op deze server? Of speelde je op die andere? Ja. Ik vroeg het even. Ja, je speelt altijd op die andere server. Ik speel op die andere. Ja, wij spelen zelfs. We zitten nu op groen, jongens. Onthoud het goed. We zitten op groen. Groen. Mm-hmm. Groen! Oké, dat is even belangrijk. Even checken hoor. Ga je een faction maken? Ja, heb ik al, man. Wat is... Heeft iemand een message gestuurd? Ja, dus die gast die al die spullen gegeven had. Dan gaan we hem allyen. Ah. Kijken hoe dat werkt, hè. Hey. Tuk. Superminer. Ah, dat is echt super snel klaar. Dat gaat heel snel lang duren. We vergeten om naar even te ja. Ik ga volgende keer geen push-up gebruiken. Dat deed ik alvast. Hoe kun je iemand ally zeg maar, een faction? /F en dan ally? Ally gewoon. En dan zijn faction naam of zijn naam vanzelf. Voor wist die live was informed. Heb je een ding gestuurd? Ik heb hem gevraagd inderdaad van allies. Dat is een aparte naam, man. Life. Life, ja, leven. Ik vind het een vette naam, hoor. Life is gewoon leven. Ik vind het wel een dope naam. Oké, maar op het moment zitten we nog steeds in die shit. In die grot. Mm-hmm. En we winnen, hebben diamonds gevonden één keer. Maar nu zie ik zeg maar verder helemaal niks. Weet je? We kunnen gewoon trip minen of zo. Maar ik vind het misschien een beetje saai als content. Ik bedoel, het moet nog wel een beetje leuk content zijn. Tuurlijk is het saai content. Maar ja, het is factions, gek. Ja, precies. Dat is gewoon wat je moet doen. Het is gewoon zoals het hoort, weet je? Het is niet anders. Mine, ja. De eerste paar apps van die andere, moet wel. Is. Ja, dus wat je kan doen is gewoon van strip minen. Ik bedoel, je hebt kans om een cave te vinden met een spawner. Je hebt kans om base te vinden. En je hebt natuurlijk kans om diamonds te vinden. Hey, we zijn allies. Oh, sorry, wat zei je als laatst? Wat sommige mensen ook doen, dat je ook spawners en zo kan vinden. En wat sommige mensen ook doen, is misschien, wat sommige mensen doen, maar dat gebeurt doe het niet, want dat vind ik een beetje, ja, dat weet je niet. Dat doen sommige mensen, dan gaan ze surfen en dan zoeken ze daar rond naar een cave, maar ik vind, mij lijkt het handiger om gewoon te gaan surfminen, want je mining gaat er ook door omhoog, dus. Ja, het gaat wel, we gaan het wel de volgende keer doen, niet nu, want nu zijn we een beetje aan het kijken. Oké, we zijn ergens met die gasten, hoe doe je dat? Hoe kan je nu met chatten met hem? In die ally chat? /F, C en dan nog, F, C, wacht, ik kan het wel even sturen. C, F, dat, en dan moet je een slash voor de F doen.
/FCF. En dan? Praat je in de chat. Wacht, shit. Het is /FCA, sorry. Ik val een beetje. Want FA... Nee. Dat kan ik even uitleggen. Als je /FCA doet... Aan elkaar vast. Dan heb je met... Allies? Hè? Nee, wacht. Ik kan dat doen. /FCA... Dat moet je doen. Als je dat doet, dan heb je een chat met allies. Als je /FCF doet, dan kun je... Echt? Dan moet je typen, hè. Als je dat opgedaan hebt, moet je typen. Oké, nu praat alleen maar hierin. Ja? Ja. En /FCF is dan in je faction alleen chat. En /FCP is public, dus... Oké. Thanks voor alle spullen nog, bro. Zeg even hoi tegen YouTube. No problem. Ja, chill, weet je. Hij is ook van je NAVA ook, hè. Ik heb echt mensen die NAVA skins hebben, zijn meestal echt klootzakken. Ik zweer het, zijn echt klootzakjes. Altijd die scheidjokkies. Zijn wel van die... Tegen de flow in, gewoon voor de slechte rekken. Zit bij episode 2, weet je. Van mijn serie ben ik level 55.000, dat is ook niet de bedoeling. Maar mensen, precies, in ieder geval, we hebben een lange opname gehad. Ik heb veel geleerd voor nu, in de korte tijd, dus dat is awesome. Thanks Gilly voor alle uitleg. No problem, man. Thanks voor alle informatie, thanks voor het meedoen sowieso. Wat nog maar. In ieder geval mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog. Als je het al... Ja, weet het niet. Misschien herkende hij mijn naam van de... Hij herkende mijn naam van... hoe heet het? De prison. Nou, in ieder geval mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het al gevonden. Als je zin hebt in nog meer episodes natuurlijk van factions. Wat we in de volgende keer moeten doen. En natuurlijk laat achter wat jouw faction naam is. Zodat we inderdaad allies kunnen worden zoals we dat deden. Zie je met de prison breaks? Ja, dacht ik al. Dat we inderdaad allies kunnen worden, zoals we met live gedaan hebben hier, dus met Glow Battler. Mensen, nogmaals, dankjewel voor het kijken. Laat nog even een blauw duimpje achter. Kijk naar Gilly's kanaal, staat beneden in de beschrijving. En ja, dikke vette peace. Peace! Doei!